Maar eerst gaan we naar Little Hymns. Ja, dat is dus een nieuw onderdeel. Daar gaan we voort elke uitzending mee openen. Wat is Little Hymns? Wij nemen elke week alle drie zeg maar een dingetje mee, een verhaaltje mee. Wat onze lofzang verdient, onze hymn. Iets wat hebben we meegemaakt de afgelopen weken, of wat we gezien hebben, of iets waarvan we denken van ja, dat is het benoem even waard. Gewoon even een korte opening. Ja, Miguel, wil jij beginnen? Oh, ik ga beginnen? Ja. Nou, mijn little hymn die komt eigenlijk van vanmorgen. Ik stond vanmorgen met iets heel raars op. Ik had namelijk gedroomd over Donald Trump. Oh, dat is nooit goed. Waar het hart van vol zit. Nee, ik zal je even uitleggen wat er precies gebeurt. Ik had dus gedroomd dat hij moest aftreden dus. Of dat hij wegging. En ik moest hem ophalen uit het Witte Huis. En ja, dat is echt waar. En het Witte Huis was mijn oude basisschool. Dus ik ging hem daar ophalen. Weet je, als een soort van vader stond ik op dat schoolplein. En er kwam Donald Trump, die kwam aanlopen. En hij kwam niet naar buiten met zo'n Make America Great Again patch op. Dus kwam hij zo naar mij toe. Helemaal beduust. Toen moest hij zijn spullen gaan ophalen binnen. Want ja, hij moet weg. En wat nam hij mee? Ja, hij kwam dus met zijn blauwe pak en zijn rode stropdas kwam hij naar buiten. En dan die lange jas eroverheen. En toen in één keer moest hij huilen. En toen moest jij hem troosten? Ja, ik moest hem gaan troosten. Nou, hij was dus binnen geweest om alles af te sluiten van de afgelopen jaren, zijn regeringsjaren. En toen zei hij letterlijk de quote, en ik heb het meteen opgeschreven, want ik wilde dit per se gaan vertellen. Ze zijn zo gemeen tegen mij. They are bad people. Ja, precies. Ja. Dat is echt, dat heb ik gedroomd. Ja. En toen moest ik hem inderdaad troosten. Dat deed ik een beetje met... Nee, ik heb dat niet gedaan. Het waren een beetje gemengde gevoelens, moet ik zeggen. Ja. Het leek een beetje op een scène uit de film The Interview. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien? Over Kim Jong-un? Nee, ik heb hem niet gezien. Maar is het goed? Nou ja, het is een hartstikke leuk film. Maar daar deed het me een klein beetje aan denken eigenlijk. Oh. Ja, hartstikke leuk was die droom over Donald Trump. Ja. En nu jij. Oké, nee, ja, mijn verhaal tipt hier duidelijk niet aan. Maar ik heb ook vandaag iets meegemaakt. En dat is dat heel Nederland al een jaar lang weet dat wandelen best wel chill is. Want wie deed dat nou voor de coronatijd? En toen ging ik dat doen. En jongens, ik heb mijn inner peace gevonden. Ik vond het geweldig. Je bent helemaal verslaafd geraakt aan het wandelen? Verslaafd wil ik niet zeggen, want ik ben echt door de modder gegaan en zo. Dat vond ik wel echt goor. Maar het is wel echt rustgevend in een bos. Ja, maar dan moet je helemaal je huis uitgaan en zo. Dan maar waar wandel je dan zo? Nee, ook echt met wandelschoenen, die hard. Ja. En dan ga je de natuur in en vogels spotten? Nee, gewoon een rondje lopen. Oh, lekker rondje verstand lopen. Op nul. Oké, dus dat wordt jouw nieuwe bezigheid? Ik weet niet hoe lang ik dit ga volhouden, maar het was wel leuk. Oké. Ja. Nou, leuk. Wat een mooie little hymns. Ik kom niet met een bruut verhaal. Nee, ik kom niet met een bruut verhaal. Ik heb het voor de eerste keer even klein gehouden, maar wel de moeite waard om te benoemen. Mijn little hymn gaat namelijk uit naar Dominique en Imke. Oh. En dat moet even uitgelegd worden. Want Him for the Weekend ken je, als je het kent, in ieder geval als Rick en Miguel. Maar we hebben een nieuw seizoen. Daar starten we vandaag mee. Ja. Tenminste vandaag op radio. Volgende week starten we ook mee op tv. En in dit nieuwe seizoen bestaat Him for the Weekend niet uit 2 personen, maar uit 4 personen. Want naast dat Miguel en ik de presentatoren zijn, zijn Dominique en Imke voortaan onze vaste sidekicks. Die gaan elkaar afwisselen. Plus 1. Dus elke 3 weken heb je iemand anders. Dat is dus en Dominique en Imke. En dan nog een wisselend persoon. We hebben wisselende gasten, maar iets minder vaak. Wat vond je van het budget, Dominique? Ja, prima. Hè? Niets voor niets, maar daar gaan we nog na de uitzending over. Ze is er voor de wet uitgekomen, dus dat scheelt alweer. Ja, dat klopt zeker. Dus, mijn Lilium's gaan dus inderdaad naar Imke en Dominique als aanwinst voor ons programma. Wauw, en ik vind het zeker, want de afgelopen edities dat wij met jullie hier hebben gezeten, was gewoon hartstikke gezellig. En er wordt gewoon wat zinnigs verteld. Dat krijg je niet als je alleen met ons... Ik vind het vooral dat die gezelligheid is gewoon leuk. Ja. We hebben de afgelopen jaar, zeg maar, best wel door corona, redelijk wat uitzendingen alleen maar met z'n tweeën gemaakt. Ja, is ook leuk, maar je mist toch een derde persoon. Maar ja, je mist die gezelligheid. Him for the Weekend is in principe altijd de zaterdagavond. Je hebt een soort trio nodig. Ja, eigenlijk wel. Ja, en daarna ook. Maar... Dan is het voor jou echt zaterdagavond. Ja. Dit was de laatste aflevering. Wil jij nou meer of minder flamingo's? Meer. Ik wou net zeggen, liken, abonneren en gewoon even delen. Dat is het enige wat je hoeft te doen.